Daar is hij afgelopen, tussen vrijdag en zaterdagochtend is hij daar gestolen. Dat is degene die dwars ligt. Havenmeester Henk Leurs komt er al snel achter dat er in totaal 4 booteigenaren hun motoren kwijt zijn. Op bewakingsbeelden is te zien hoe meerdere mannen vrijdag op zaterdagnacht ermee vandoor gaan. Voorzitter van de visvereniging Ton Dalmulder maakt het al een keer zelf mee en leeft mee met de getroffen leden. Het is heel vervelend, weet je. Niet iedereen heeft zo'n brede beurs dat hij zomaar een motor opnieuw kan aanschaffen. En buiten dat, een motor kost toch tussen de 1500 en 2500, 3000 euro. En ja, goed, dat is nogal een klap. De dieven hebben nog veel meer buitenboordmotoren proberen te stelen, maar dat is niet gelukt. De schade die ze achtergelaten hebben is wel groot, zoals bij Match ProRock. Nou kijk, ze hebben hier geprobeerd, maar deze die zit zo vast, dat kunnen ze niet doen. Dat hele slot, ik krijg hem er zelf niet meer af, want dat hebben ze zo vernield. Maar die sleutel is goed, maar ze hebben het helemaal ontzet helemaal. De leden zijn er goed ziek van, want ook in juni zijn er al 2 motoren gestolen. De vereniging hoopt dat de buurt en de politie meer gaan opletten en gaat zelf extra veiligheidsmaatregelen nemen. Ik moet ook zeggen, elke keer als ik hier weer op de haven kom, dan is het eerste waar ik naar kijk, zit hij er nog aan. En één lid die er al ontzettend langs zijn boot heeft liggen, die zit nu te denken van ja, ga ik er nog een motor achter hangen of niet? En ga ik mijn boot maar verkopen, want hier heb ik geen zin meer in.